We zijn hier vandaag in Sunparks de Kempense Meren te Mol, waar gisteren de kersverse finalisten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. Benieuwd wie ze zijn? Wel, één iemand zit naast mij. Dag Roland, vertel eens wat meer over jezelf. Ik ben Roland Javornik. Ik woon in het prachtige, pittoreske Hasselt in Limburg. Ik ben 37 jaar oud. Van beroep ben ik regisseur en ik ben ook zaakvoerder voor mijn eigen audiovisuele bedrijfje. Javornik, dat klinkt niet echt Belgisch. Vertel eens, van waar komt de naam? De naam is oorspronkelijk uit Slovenië. En ik zelf ben hier in België geboren. Mijn vader is hier geboren, dus het is al van enkele generaties terug. En dus ik ben er nog nooit geweest. Ik spreek de taal ook helemaal niet. Maar ik ben wel van plan om daar ooit eens naartoe te gaan. Want er zou naar het schijnt een berg staan. En die berg heet Javornik. Dus daar moet ik anders ooit opgestaan hebben. Ja, daar moet je wel eens heen, hè. Nee, waarom doe je mee aan Mr. Gay Belgium? Ik ben van mening dat mensen enkel alleen kunnen groeien als ze uit hun comfortzone worden getrokken. En deze wedstrijd is zo ver buiten mijn eigen comfortzone dat ik niet anders kan dan mij nederig op te stellen en zoveel mogelijk kan proberen te leren. Dus aan de ene kant ben ik hier om mezelf een klein beetje te verrijken. En aan de andere kant heb ik natuurlijk ook een boodschap en een missie en een doel. Vertel eens, wat is die missie, doel en de boodschap precies? Ik ben werkzaam in de audiovisuele media, dus mijn thema spitst zich daar ook een klein beetje op toe. Ik vind het redelijk alarmerend dat recentelijk enorme besparingen zijn doorgevoerd in de culturele sector. En dat we dus met een aantal besparingsmaatregelen zitten die dat onze gemeenschap eventueel ook zouden kunnen treffen. En ik wil dat eigenlijk voor zijn. Ik wil ervoor zorgen dat wij met onze gemeenschap blijvend in de picture staan, dat dat consequent gebeurt en ook dat wij onze diversiteit kunnen tentoonstellen zonder dat we ons zorgen moeten maken. Dat is hetgene waar ik voor wil staan. Oké. Als wij de echte Roland willen leren kennen, welke eigenschap moeten wij dan absoluut weten? Ik ben redelijk recht door zee. Als ik iets wil zeggen, dan zeg ik het. Dat is een beetje mijn ingesteldheid. Voor de rest vind ik mezelf ook wel een hele spontane sociale persoon. En ik probeer toch wel overal het positieve in te zien. Oké, top. Dank u wel voor het spontane, vlotte interview. En dan wens ik je heel veel succes tijdens de finale van Mr. Gay. Dank u wel.